maar ik let ook op het... Ik ben het. Waar ben ik op aan het letten? Het verkeer. Goed zo. Dat vind ik heel... graag voor hebben. Ja, dat is het belangrijkste. Goedemorgen, het is maandag. Wat een ochtend hebben we er al op zitten. Want Sarah was wakker geworden. En dat was, denk ik, ik ben weer heel goed aan het mikken. Ja, het was zo'n 6 uur of zo. En weet het, toen was ze helemaal verdrietig. Dus ze was bij mij in bed gaan liggen. En toen zijn we samen, denk ik, in zo'n verschrikkelijk diepe slaap gevallen. Dat we de wekkers niet hebben gehoord. Dus ik schrok om... net voor 8 wakker. En we moeten dus iets over 8 de deur uit. Dus dat was echt heel prettig. We hebben ons in no time moeten klaarmaken. Nou, Sarah naar school gebracht. Ik heb ook echt mijn camera toen helemaal gemist. Maar ze was echt op het nippertje, maar ze was op tijd op school. Dus dat vond ik heel wat. Ontbijt in de auto, alles. Daarna ben ik naar de winkels gegaan, want ik moest wat dingen halen voor aankomend weekend. Ik zal even laten zien, ik kan niet alles zien, dus ik moet even goed nadenken. Dit in ieder geval, dit hoort bij elkaar, nog een cadeautje, ook voor het weekend waarschijnlijk. Maar ik dacht dat ik alle cadeautjes had, in ieder geval dat ik er nog één binnen moest krijgen. Maar die is wel besteld en toen dacht ik nog een verjaardag. Dus echt, ik heb echt 3 planken vol cadeaus. Niet normaal. Dan heb ik heel erg veel snoepjes. En ik had al wat gehaald. Dus Sarah die wilde heel graag een piñata voor de verjaardag. Dus ik heb allemaal soort snoepjes gehaald. En dan wel snoepjes die verpakt zitten. Want dat vind ik wel lekker als het allemaal op de grond gaat. Zij heeft ook de cadeautje natuurlijk gemaakt. Voor mijn moeder. Die moet ze verven als het helemaal droog is. En ik moest lak daarvoor hebben. Nou, de lamp was van de week op al reserve lamp. Nog een tafelkleed. Ik had er 1 en ik moest een 2e hebben daarvan. Dat is ook voor zaterdag. En dat was het voor nu. Nou, een beetje tijd tekort ook vandaag. Want vanochtend kwamen we al natuurlijk niet lekker uit bed. Niet in het verkeerde been, maar niet lekker uit bed. En ze hebben vandaag, geloof ik, van... hoe moet ik dat noemen? Een lokaal iets, krijgen ze dansen op school en dan hebben ze zo'n klein optreden. Dus, en ik heb aansluitend de overblijf. Dus ik moet een stuk eerder de deur uit. En ik had natuurlijk al die dingen die ik vanochtend moest halen. Dus ik heb net alles opgeruimd en ik kan de lunchtrommel al gaan maken en dan kan ik de deur uit. Ik neem de camera wel mee en ik ga voor mezelf gewoon sowieso wel filmen. Alleen... weet ik niet of ik het kan gebruiken. Want nou, zoals jullie weten zet ik niet zomaar kindjes in beeld. Dus er komen natuurlijk regelmatig kinderen voorbij. Maar dat zijn allemaal kinderen waarvan ik toestemming heb. En zeker op school doe ik dat niet. Dus heel misschien dat ik er een stukje uit kan halen. Dan zien jullie dat. En anders ging dat dus niet. Nou, dan weten jullie dus ook waarom. Ik denk dat iedereen dat ook wel snapt. Een lekkere lunch voor Sarah maken. Ik kan altijd wel heel veel brood in stoppen, maar dat gaat op de een of andere manier nooit op. Zij is geen grote brood, ik overigens ook niet. En er zit ook een boterhammetje en dan heb ik er bijvoorbeeld een rolletje kaas bij. En dan, nu heb ik een maiswafel van nog wat komkommetjes. Dus ik maak er altijd een hele gevarieerde trommel van. En ik moet zeggen, dat eet ze wel en dan heeft ze allemaal al gewoon een hele gezonde lunch. Ziet er leuk uit, toch zo? En gezond. Weer terug van de overblijf optreden. En het was zo leuk. Maar al filmende had ik al zoiets van, ik denk niet dat ik er iets uit gebruikt heb. Dus dat is gewoon heel jammer dan. Nu even snel het eten klaarzetten. Ik ben wat later terug, duurde iets langer in de klas. En dan heel snel een stukje huishouden en opruimen en dan alweer naar school. Er worden nog even wat saaie dagen nu, qua vloggen dan. Voor
voor mij wel hele drukke dagen. En daarna gaan alle leuke dingen beginnen. Dus als je net zat bent, bear with me. We zijn er bijna. En dan wordt het gewoon even leuk en gezellig en genieten. En ik heb er ook echt wel heel erg zin in. En Sarah is ook, die is zo aan het aftellen. En het is zo leuk. En ze kan zo niet wachten. Zo grappig. Hoe enthousiast je nog bent op die leeftijd dat je ouder wil worden. En op deze leeftijd natuurlijk je wil wel ouder worden. Maar het ouder worden zelf is dan weer niet leuk, zeg maar. Hoe dubbel dat is. Hoe dat verandert. Weet je, ik natuurlijk ben elke dag dankbaar voor dat er goed naar woorden komen. Ik ben dankbaar voor elke dag die ik leef in goede gezondheid. Maar het ouder worden, rimpels krijgen, gebreken krijgen en alles, dat vind ik toch wel het iets mindere stuk ervan. Dus zij kan er nog zo van genieten. Maar ik vind het ook altijd wel echt een dingetje hoor, weer dat jaar ouder. Het drukt zo met de neus op de feiten hoe snel de tijd gaat en hoe snel ze dan groot wordt. Echt, want voor mijn gevoel is ze gisteren geboren, zeg maar. En dan wordt ze gewoon nu over 3 dagen alweer 6 jaar. Hoe dan? Echt, ja. Dit zijn echt altijd mijn emo-dagen. Ik heb het nu pas al een vlog zo genoemd zelfs. Maar ik vind dat best wel dingetje altijd. Elk jaar weer. Maar goed, we genieten maar van haar genieten. Dan blijft het leuk. Zo, mijn aardappels zijn ook klaar. Zo, weer onderweg om Sarah op te gaan halen. En ik zat net nog na te denken over die AVG. Dat is natuurlijk de wet voor de privacy. Maar ik vind het heel dubbel. Nou weten jullie, ik zet kinderen niet zomaar in beeld. Ik vraag er altijd toestemming voor. En daar sta ik ook echt heel erg achter. Maar aan het einde van het optreden werd het ook gevraagd vanuit school. Hè? Deze beelden wil ik er niks van op social media zetten. Prima. Alleen het kromme daarvan vind ik, dat mag je niet online zetten. Maar in principe 2 uur later hou je je kind op, komen ze allemaal naar buiten. Als je allemaal foto's op het schoolplein maakt, staan diezelfde kinderen erop. En die foto's mag je wel openbaar delen. Dus dan gaat gewoon het hele nut van die wet gaat eraan voorbij. Dus ik vind het allemaal zo mooi dat we allemaal regeltjes verzinnen en doen. Maar er zit gewoon geen enkel nut aan. Geen functie. Want het gebeurt toch wel. En datzelfde bijvoorbeeld, ik mag op de overleg geen foto's maken. Logisch. Maar als ik 's ochtends in de klas ben, als ouder, dus niet namens de school, mag ik wel foto's maken. Zelfde kinderen. En daarvan kunnen ze verzoeken, maar niet eisen dat ik ze niet plaats. Dus ja, deels vind ik het heel goed. Alleen, ik vind de regel, de wet, zo nutteloos. Want het heeft gewoon geen zin. En ja, weet je, ik bedoel, als jij kwaad wil met foto's, kan je ook verderop met een telelens foto's van kinderen gaan staan maken. En dat soort dingen gebeuren. Dus als je die foto's wil, kom je er toch wel aan. Dus ja, ik vind het gewoon een hoop regelgeving, bureaucratie en van alles verzinnen. Maar de functie ervan, ik zie het niet helemaal. Dus ja, dat moest ik even kwijt. 1, 2, 3, 4. Hé, 1 ding. Ik kan niet missen dat je er weer bent. Gek kind. Gek kindje. Altijd erdoor, hè? Nooit eromheen. Kiekiek. Zo, is het weer? Nou, dat had je niet gemist. Oh, ga je. Wil je even je arm voor je mond doen? Oké. Als je hoest. We gaan nu weer naar de Action. Ben ik vanochtend ook geweest. Maar daar ben ik op het idee gekomen voor de tractatie. Dat heb ik met Sarah besproken. En daar gaan we nu dingen halen. Ik hoop dat ze echt genoeg hebben. Anders mag ik zo nog Actions gaan afrijden. Dus, ja, dus ik ben echt zo aan het duimen nu dat ze het gewoon genoeg hebben. Echt. Ja, en jij gaat dadelijk daarna even lekker rustig aan doen, want ik wil jou donderdag op en top hebben weer. Nou, we hebben er nu 8. We moeten er nog 9. 9? Ja, nog 9. 1 pakken. Kijk uit, zo kan je toch niet goed rijden, mop? Jij rijdt. Je bent een gek kind. Ik heb iets erbij, gelukkig van Polen. Oh. Ja, zwaar werken.
geven. Over op mijn verjaardag. Dit is voor mijn verjaardag. Zo, leuk hoor. Gaaf. Het voelt wel lekker. Is dat een slim idee hoe je het nu wilt tillen? Dat is een goed idee hoor. Dat gaat niet goed hoor. Eigenwijs. Ergens te krijgen dan voor elkaar ook. Ja, ik doe het. Dit is een cadeautje. Ja, voor jezelf. Leuk. Nou, Action 2 had er 8. En we moeten er nu nog 9 bij hebben. Dus we zijn nu... Action 1 had nu, er 8. Ja, dus nu zijn we bij Action 2. Ja, en ik was zo bij de hand. Mijn moeder is in de buurt van een Action 3. Dus die heb ik al gecontact. En als we er niet genoeg hebben, laat ik het ze zo weten. En dan kijkt zij daar en dan... Hopen we het slagen en we moeten nog een paar solletjes op een stokje. Maar kunnen we hier kijken of ze hebben? Deze Action is groter. En anders zit hier ook een Big Bazaar. Die heeft het soms ook. Want Albert Heijn had het ook niet. Nou, let's go. Eeuw, is vies. Maar wat doen we altijd in de lift? Gek liftdans. Doe niet mee. Zit je me nou voor gek? Nou, bij de Action niet geslaagd, maar we hebben wel... Bij de Big Bazaar hier, de parapluutjes gevonden. Ja, dus ja, dat pak ze maar door snel. Mevrouw. Ja, die heeft het zomaar aan de mevrouw en die vindt ze nog ook voor ons. Ja, ik had het aan me gevraagd. Ja, je dacht dat de mevrouw hier werkte, maar die mevrouw werkt hier niet. Nee, want ik wist dat ze hier niet werkte. Oh, jij denkt ik vraag het gewoon maar aan iemand. Ja, want misschien weet nou ja, achteraf gezien, ja, was het een goede keus. Hé, hey, als we hier nou kijken of ze diezelfde... bekers bij toeval hebben, maar nee. Het zou leuk zijn. Kijk, hier hebben ze alleen maar die grote potten met suikerspinnen. En dat is niet wat we zoeken. Ik ben zo blij. Mijn moeder die belt net. En zij heeft ze. Dus we zijn compleet. En ik kan echt gewoon wel springen, want ik ben helemaal gek net in de winkel. Even gaan koken, want dan kunnen we daarna bij mijn moeder het op gaan halen. Dan hebben we ook alles hier. Want... overmorgen moeten we in de aftransportaties gaan maken. Dus ik zat eigenlijk al een beetje in stress. Ik denk, oh, dit gaat allemaal fout. En dan heb ik het eigenlijk niet. Maar het is echt, hoe opgelucht kan je voelen. En ik heb net ook nog van een vriendin wat extra versierdingen voor zaterdag gehad. We waren wel aardig rond, maar het is altijd leuk om extra dingen. Van mijn Ja, van mijn mama groepje van school. Heel goed. Dus, nou, dat kan ook. Dus eigenlijk hebben we alleen nog... Ja, ophalen van de taart, boodschappen. Maar verder zijn we gewoon klaar nu. Echt. We hebben net heel snel gegeten. En nu weer de auto in. We gaan naar mijn moeder. En dan gaan we even de spullen... Ja, naar oma. En dan gaan we even de spullen van de tractatie ophalen. En mijn moeder had... Of nee, mijn vader heeft nog iets gehaald. Die we ook nodig hadden, waar ik ook op misgreep. Maar dat weet die daar niet. Wat zei je nou? Dat jij lekker niet weet wat dat is. En dat ik dat ook niet ga vertellen. Wat zei je? Dat die daar dat niet weet. Die daar, dat ben jij. Al weet ik helemaal niet of ik voor het beeld goed mik. Maar ik let ook op het... Ik ben het. Waar ben ik op aan het letten? Het verkeer. Goed zo. Dat vind ik heel... graag voor hebben. Dat is het belangrijkste. Nou, weer thuis. We zijn niet heel lang gebleven. Ik heb gewoon even een thee gedronken. En ze hebben nog even een klein beetje gespeeld, gekletst, weer gekeken. En toen weer naar huis. Ze ligt ook nu op bed. En ik heb een hele tas vol. Hier onderop heb ik iets gedaan toen ze het niet zag, wat ze ook nog niet mag zien. En dat ga ik nu even uitgraven. Dan lukt allemaal dingen weer in de tas. En ik heb gewoon vanmiddag ook in de boodschaptas. Dus dan heb ik gewoon even 2 boodschaptassen klaarstaan. Voor de tractaties. En dan gaan we die woensdagavond allemaal maken. Dus ik denk, ze zijn al met al best wel groot. Dus ik moet ook nog eens gaan uitvinden hoe ik dat dan naar school ga krijgen donderdag. Nou, dat is uit de weg. Dan gaan we weer inbouwen. Maar ik ben echt helemaal blij dat ik het compleet heb. 3, 4, ik moest er 9 en dit zijn er 5. Yes! Ik ga nu eerst maar eens beginnen. Ik heb de vlog van donderdag gisteren bijna al afgeëdit gekregen. Het laatste stukje kan ik die gaan renderen.
En ik zit even te denken. Ik heb allemaal versiering en zo voor zaterdag voor Sarah. Ik zit even te denken om het allemaal bij elkaar te leggen. Om echt even goed beeld te krijgen van wat ik heb. Ja, anderzijds. Ik ga gewoon toch niet meer bijhalen. Dus ik zal het er ook weer mee moeten doen. Dus ik ben er even nog niet helemaal uit wat ik nu ga doen. Wat ik wel nog wil gaan doen. Ik heb dat vorig jaar ook gedaan. Toen heb ik bij de supermarkt. Heb ik toen van tevoren ook even nagevraagd. En dat wil ik morgenochtend ook even doen. Heb ik de dag ervoor alle boodschappen die ik voor Sarah's grote verjaardag nodig had klaargezet. Die zijn gewoon met car en al in het in een koelcel gereden of zo. Want ik ga niet alle boodschappen van vrijdag en zaterdag hier gekoeld kwijt kunnen. Dat past gewoon echt niet. Zaterdag heb ik natuurlijk 30 kinderen en 6 volwassenen te voeden. Dus dat is aardig wat eten. Maar ja, zaterdag heb ik natuurlijk ook leuk om 1:30 komt al visite. Nou, dan moeten we ook nog de taart halen. Dan moeten die laatste boodschappen gehaald worden. Dan moet er heel veel klaargezet worden. Dus dat is heel veel werk. Dus als je dan echt alles bij elkaar moet gaan zoeken, dat is best wel heel veel werk. Ja, en vorig jaar was het natuurlijk ideaal. Die car is van achter gereden, afrekenen en klaar. Ja, je staat gewoon echt in 5 minuten weer buiten. Ik ben maar begonnen met de muziek voor Sarah der kinderfeestje. Dat is natuurlijk een disco. Dus ik heb eigenlijk nu alles uitgezocht wat leuk is voor Dan en wat zij heel erg leuk vindt. En de vriendjes en vriendinnetjes ook. Ik heb gewoon even mama's om wat tips gevraagd. Want ik had net echt zo'n blackout. Ik wist het gewoon helemaal niet meer. Het duurde allemaal veel langer dan gepland natuurlijk. Dus ik ga snel mijn bedje in. Bedankt voor het kijken. Oh, charmant. En tot morgen.